KPN Man of the Match. Ja, bedankt. Leuk. Ja, het is een eer. Ja, dankjewel. Wat een heerlijke avond voor je. Ja, ik denk dat ik deze avond al vaak gedroomd had. Maar ik ben wel blij dat hij nu uitkomt eindelijk een keer. Ja? Ben jij van dat imagineren? Ik probeer het wel af en toe. Ja, ik vind het af en toe wel fijn ook. Dus ja, eigenlijk wel. Had je dit eigenlijk, nou gehoopt zeker, maar gedacht? Begin van de wedstrijd, dat deze wedstrijd zo zou lopen? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat we met 3-0 voor in de rust, had ik niet verwacht. Maar ja, we waren wel overheersend en we waren sterk. Natuurlijk maakten we fouten, maar ja, uiteindelijk zijn we gewoon lekker in de wedstrijd gekomen en hebben we het vond ik terecht gewonnen. Ja, wat jullie plan was, dat pakte goed uit. De trainer had van tevoren gezegd, veel druk geven, al vanaf het begin af aan. Lukte dat de hele wedstrijd? Nee, eerste helft wel. Daarna hadden we best wel moeite, omdat hun gaan er ook wel tegenover zetten. En dan werd het wel moeilijk. Toen zijn we de tweede helft wat meer gaan inzakken en gewoon die 3-0 proberen te verdedigen. En dat is gelukt. Ja, dat groeperen ging ook goed. Zo gewoon naar je doelpunt kijken is eigenlijk veel leuker. Ja, doe maar. Dan mag jij me inleiden. Even vertellen hoe het precies allemaal is gegaan. Nee, ik zag hier zo de fout, zeg maar. En daar anticipeer ik gewoon snel op eigenlijk. Je ziet me hier al weglopen en dan anticipeer ik gewoon op die bal. Ja, het is een cadeautje. Je moet er wel beducht op zijn. Ja, nee, deze moeten we ook gewoon uitpakken. Ik was er wel blij mee, moet ik zeggen. Dat kan ik me voorstellen. Zullen we die tweede er ook meteen bij pakken? Want dat is een luxe en een wilde als je twee keer scoort namens RKC in een wedstrijd. Het was al lang geleden dat jullie hier hadden gewonnen. Ja, dat geloof ik wel inderdaad. Ja, geweldige bal van Kramer. Die eerste was ook geweldig. Van Ahmed. Ja, geweldige bal. Ja, fantastische paas. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar, Kramer en jij? Nou, eigenlijk heel weinig. We zijn eigenlijk alleen maar aan het juichen. Naar elkaar aan het schreeuwen of zo. Zoiets was het. Ja, eigenlijk heel weinig. Maar we waren gewoon ontzettend blij met 2-0. Het was, je weet, de druk in de onderste regio is hoog. Dus elke punten die we moeten pakken, die moeten we pakken. En als je dan thuis tegen Groningen wint, die komen wel heel goed van pas, moet ik zeggen. Nou, dat kan ik me voorstellen, want vorige week was het natuurlijk een farce. Je verliest van PEC Zwolle, dus eigenlijk zit er ontzettend veel druk op deze wedstrijd. Merkt u dat van tevoren, deze hele week? RKC is wat dat betreft een rustige club. Maar ja, je bent er wel mee bezig. Je bent voetballer, je kijkt naar de stand, je bent met je sport bezig. En dan, als je dan naar de ranglijst kijkt, dan zie je hoe spannend het is. En dat je weinig mag laten liggen. We hebben vorige week laten liggen. Dat was stom, dat hadden we aan onszelf te danken. En dan vind ik het wel goed hoe we het vandaag hebben opgepakt. En vandaag gewoon weer alles geven voor die laatste paar wedstrijden. Nou, ben jij een beetje, hoorde ik net, van het imagineren. Heb je ook al geïmagineerd dat jullie erin blijven? Ja, ik hoop het wel, maar ik heb het nog niet. Ik kijk gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Zou je snel doen? Ja, ga ik zeker doen. Dankjewel.